en Roland Brunner. Piers, hier volgens een spandoek aangeduid als een cheesehead. Wat zoveel wil zeggen als kaaskop. Terwijl Brunner zijn pak uitdoet. De 21-jarige Oostenrijker uit Klagenfurt. Die voormalig Zwitser is. En voor liefhebbers is het al aardig om te zeggen dat hij de broer is van Sylvia Brunner. Die jarenlang voor Zwitserland uitkwam op internationale toernooien. En daar heeft zich dan ook gemeld Martin Piers. Amerikanen reden, dat doen ze altijd in elke sport. Trials, selectiewedstrijden. De derde week van december in West Allis. En Piers werd op 4 keer een 500 meter. 2 keer vierde, 1 keer derde en 1 keer zesde. Deze Martin Piers. En hier is Roland Brunner. Piers binnenbaan, Brunner buitenbaan. Ready. Ja, het fluitje klinkt van Buren omdat Brunner iets te snel bewoog, maakt een soort schijnbeweging. Nou, dan kijken we nog gauw even naar de situatie voor mensen die lang later hebben ingeschakeld. Mai, de Olympisch kampioen van 4 jaar geleden, staat bovenaan. Voor Kuroiwa, een Japanner. Inoue, een Japanner. Dan Jensen. En Miyabe, ook een Japanner. 3 Japanners bij de eerste 5, 2 bij de eerste 3. Maar voorlopig zijn we weer bij de 8e rit tussen Piers, Amerikaan, en Brunner, Oostenrijker. En Piers die dan nu een schijnbeweging maakt en die starter die dan toch door laat gaan. Dat is toch typisch hoor dit. Goed, dan komen we in de openingen van 10-2. Nee, sneller. 10-11. Dat is niet eens zo gek van Martin Piers. Brunner 10-05 zelfs. Normaal gesproken mag je verwachten dat er niemand meer op het podium klimt. In de nu volgende ritten en deze. Maar dan heb je toch nog even een opening die redelijk is. Oh, daar gaat Brunner. Nou, 2 keer tot val. En ook weer tot stand. Piers wint daarom de rit. In de eerste, de tweede, de derde 38er moet ik zeggen. En daar gaat hij weer. Oei, en dat doet pijn. Want daar ligt grind en daar is het hart. Helemaal overstuur. Die Roland Brunner. Die viel, overeind kwam, weer viel. En in zijn moeite om de finish nog te halen, nog een keer gaat. Wat gaat hier mis, Ria? Nou, hij ging heel goed de bocht in, maar hangt hier te ver naar binnen. Waardoor hij uit evenwicht raakt. Probeert dan weer overeind te komen, maar ja, dan is het al gewoon.